first time we work here with Giovanni Antonini. Our bad luck turns into something being very positive. Some concerts were cancelled, so we end up having a lot of time to rehearse this program very well. There is not 1 minute of all this rehearsal that is a waste. It's a pleasure to work with him. Always very musical, always very respectful. I think everybody feels very much at ease, and the atmosphere is positive and positive, fun, musical. I get the sense he really looks for contact with the musicians, and he gets energy from the musicians, and he gives a lot of energy as well. It's been really wonderful. Want Anima is natuurlijk een symfonieorkest, maar het zijn muzici die heel veel ook kamermuziek doen. En als je met een kamermuziekmentaliteit, waarin je echt als individu ook ertoe doet, in plaats van dat je één grote sectie bent en je daar ondergeschikt helemaal aan bent. Als je met die mentaliteit dan symfonisch werk gaat spelen, ja, dan krijg je zo'n extra touch eraan en levendigheid. En hij, nou ja, juist omdat hij ons ook allemaal ziet en hoort, komt dat volledig tot zijn recht. In je repetitie kijkt hij, wat krijg ik van het orkest? En hij kijkt enorm en hij luistert enorm. Wat krijg ik? Wat gebeurt er? Wat is er? En dan bij de herhaling bijvoorbeeld al van hetzelfde stuk, geeft hij enorm, enorm. Maar wat een energie, zelfs soms op het einde van een dag na 6 uur repeteren al nog steeds waar hij het haalt, ongelooflijk. Ik denk dat ik kan spreken ook voor mijn collega's dat het ongelooflijk meegevallen is. Het is een zeer aangename man, zeer goede dirigent. Hij heeft uitgesproken ideeën, hij werkt ook zeer goed. Hij werkt heel veel met metaforen. Bijvoorbeeld bij Rossini komt de acteur in hem naar boven, de Italiaan, de Fellini-acteur. Hij maakt ons aan het lachen, hij brengt ons allemaal samen in zo'n... Ah, wow. Dit voelen we en dit gaan we brengen. Het is ongelooflijk. Ja, ik vind het echt prachtig. Ik ben heel blij dat we met hem werken. En ja, ik heb al enorm veel zin in alle toekomstige dingen die we met hem gaan doen.